Wij als Save the Children, maar ook, ik zit hier ook namens Giro 555, we zitten met heel veel organisaties in het gebied, kunnen nu weer gewoon aanvullen. De telefoons kunnen niet meer worden opgeladen, de communicatie valt stil. Er is gebrek aan brandstof, aan medicijnen, aan wintervaste tenten, aan kleding, aan voedsel, aan hygiënekits. En er zijn natuurlijk gewoon geen buitenlandse redders. De White Helmets doen het zelf. Ja. Buitengewoon heroïs wat ze doen, maar ja, met beperkte middelen. Ja.